jaar zagen we het, denk ik, Grease, dat het terug ging komen met iets, met wisten nog niet hoe en wat. Maar ik denk dat dat juist nu we er, nu we er mogen staan met Grease, met heel de cast erbij, ik denk dat dat alleen maar heel erg leuk is om nog eventjes lekker die laatste twee maanden gewoon nog even in te knallen voor ons dan. En dan voor al die andere productjes ook om nog lekker erin te gaan. Ja, en ik denk ook dat het sowieso goed is dat dit er is. Zo'n opening van het culturele seizoen om even aan een groot publiek te laten zien wat Nederland in huis heeft qua talent, qua cultuur, qua musicals die op dit moment draait. Het is een heel goed voorproefje en ik hoop dat het heel veel doet met kaartverkoop en dat mensen denken, oh, die wil ik zien en die wil ik zien en oh, wat een talent en hoe gaaf is musical. Studios, Niels. Klopt, bij de opening van het culturele seizoen. Ja. Hoe voelt het om daar onderdeel van te mogen zijn? Ja, het is gewoon heel erg leuk om echt met een helemaal nieuwe musical, dus echt een nieuwe compositie en nieuw script, om daar mee te mogen doen. En Ezra is de componist van de voorstelling, die jullie kunnen kennen als muzikaal leider en als dirigent van heel veel producties. En hij maakt nu de stap naar zijn eerste compositie. Dat is echt gek om zijn muziek te horen en omdat het met zo'n groot orkest en met vier fantastische mensen, het is heel leuk om aan mee te mogen doen. Dus dit is een cadeautje, net zo voor het einde van de zomervakantie. Zien van iedereen uit het vak. Hè? Ja. Dat is eigenlijk altijd wel met dit soort dagen, dat singalong. Dat is dat je komt maar allemaal weer tegen en dat is niet zo vaak per jaar. Dus dat de awards en nu de kick-off, dus dat is altijd gezellig. Nee, je zegt het al, de kick-off. Wie uit het vak zou jij nou, als je in de jury zou zitten, een award gunnen? Gunnen? Nou, komend jaar weet ik natuurlijk nog niet, we moeten alles nog gaan zien. Maar ze hebben ooit één keer de ensemble award gedaan en daarna nooit meer. Dat zou voor mij wel een blijvende prijs mogen zijn. Van de komende line-up, hè? Van wat er nu mag. Ja. Ik vind dat Milan van Waardenburg, voor wat hij daar heeft gedaan bij Lemies, samen met al zijn collega's, dat hij daar gewoon een award voor mag winnen. Wat dan ook, wat het ook mag zijn. Desnoods gedeeld of zoiets met anderen, want ik vind het echt zo waanzinnig wat hij daar heeft gedaan. Dat? Zeker, ik moet er eens even nadenken. Alle musicals die gaan nu een beetje door mijn hoofd. Ik heb Lemies inderdaad nu al twee keer gezien. Milan, absoluut uitzonderlijk, fantastisch goed, maar ik weet dat Lemies al heel veel awards heeft gewonnen, maar ik als jury zou Lemies ook wederom weer heel veel awards geven, want ook Freek, eigenlijk bijna die hele cast, ook het ensemble is zo sterk, zoveel sterke stemmen, als individuen springen ze er ook echt uit voor mij, dus sowieso die hele cast, 5 sterren, nog meer awards van mij, ja. Allemaal. Waar is die tijd van toen? Ging die vervolgd voorbij? Ik zocht en vond jou, maar je sluit je af voor mij. Waar is onze liefde dan? Wat kwam er van terecht? Die was zo diep en puur, die was plezier en echt. Ja, de repetities die zijn dus gratis te bekijken. Dus al wil je nog eventjes een plekje bemachtigen om ons nog eventjes te zien shinen en niet alleen op tv, kom dan vooral bij de repetities overdag gezellig kijken. En let op, vol is vol, hè? Vol is vol. Mm-hmm.